De waterschapsverkiezingen komen eraan. Uit de gemeente Os en Bernhezen hebben 18 mensen zich kandidaat gesteld. Het is heel mooi werk om te doen. En ik heb er heel veel betrokkenheid bij. 6 maart 2008 besloot de Raad van Lid de gemeente op te heffen. De historische avond is nu een toneelstuk geworden. Het is toch wel een hele turbulente vergadering geweest met hoogoplopende emoties en spanningen en ja, een wonderlijke afloop natuurlijk. De Geffense barrière aan de A59 krijgt een oplaadstation voor elektrische voertuigen. En het carnaval is voorbij, maar het thema van volgend jaar is alweer bekend. Os Allemachtig Prachtig. Dag, dit is het DTV nieuws van woensdag 18 februari. We mogen volgende maand weer naar de stembus. De provinciale staten en de waterschapsverkiezingen staan op het programma. Bij een bestuur kiezen voor de provincie kunnen de meeste mensen zich nog wel wat voorstellen. Maar die waterschappen... William de Klein uit Herpen wil graag in het bestuur van waterschap A en Maas. Het waterschap dat de beslissingen in deze regio neemt. Hij staat op plek 1 op de lijst van de VVD. Water heeft me altijd gefascineerd. Ik ben opgegroeid in Keent op een boerderij. En daar hebben we het water aan de lijve ondervonden. In mijn jeugdjaren was het bijna jaarlijks dat we afgesloten waren van de buitenwereld. En vooral 93 en 95 hebben we echt de kracht van het Maaswater ervaren. En ik weet wat de impact is van overstromingen en het belang van waterveiligheid. Daarom wil de Klein zich graag bezighouden met de taken van A en Maas. De waterschappen zijn er voor stevige dijken, voldoende water. En dan voldoende is niet te veel, niet te weinig in de zomer en winter. En voor waterzuivering, dus de zuiveringsinstallaties van rioolwater. Toon Jaspers uit Husseling is ook kandidaat. Hij is de nummer 2 voor het CDA. Hij zit al in het algemeen bestuur van waterschap A en Maas en gaat voor nog een termijn. Nou, ik wil graag door omdat ik dit gebied goed ken. Ik voor mensen iets kan betekenen. Er zijn heel veel mensen die mij bellen met vragen. En daar ga ik dan naartoe. En ik ben dus het verlengstuk naar het bestuur voor die mensen. En dat vind ik heel leuk om te doen. Ook Jaspers groeide op in Keent en kreeg zo het belang mee. Maar veel mensen interesseren zich niet voor het waterschap of weten niet goed wat de overheidsorganisatie doet. Volgens Jaspers omdat waterschappen hun werk te goed doen. Mensen betalen relatief een bedrag tussen de 250 en 300 euro per jaar. En daar krijgen wij al die veiligheid voor. Ik wens natuurlijk niet dat de dijken een keer breken, maar dan weten de mensen weer wat er aan de hand is als wij het waterbeheer niet goed regelen. En het is nu bij waterschap aan Maas zeker goed geregeld. De opkomst van de waterschapsverkiezingen is meestal erg laag. De laatste keer dat ervoor werd gestemd was in 2008. Toen was er een opkomstpercentage van 24%. Waterschappen zijn uitvoerende organisaties. En die hebben niet een heel breed takenpakket wat heel veel mensen direct raakt in hun dagelijkse functioneren. Dus het is wat op afstand. Je moet van het vakgebied houden, wil je dat interesseren en die stukjes die erover gaan, om die ook te lezen. En misschien wil je ook gaan stemmen. Ja, nou ja goed, dat wil ik in ieder geval iedereen wel oproepen. Van goh, doe de kieswijzer en oriënteer je eens wat daar te kiezen valt. Dat moet natuurlijk hoger en dat proberen wij ook wel. En wij proberen ook steeds meer de communicatie richting de burgers duidelijk te maken waar wij mee doende zijn. Maar het gaat te goed, zeg ik. Als het iets zou gebeuren, dan zouden de belangen van het waterschap veel duidelijker zijn. Dus voor in de agenda, de waterschapsverkiezingen zijn op 18 maart. Naast De Klein en Jaspers doen er 16 kandidaten uit de gemeenten Os en Bernhezen mee. En dan verder met kort nieuws over de Geffense barrière en over carnaval 2016. Er komt sowieso een oplaadstation voor elektrische voertuigen op de Geffense barrière aan de A59. Dat laat het bedrijf Fastnet weten dat in het hele land oplaadstations wil aanleggen. Tegenstanders hadden bezwaar ingediend omdat de locatie van het transformatorhuisje onveilig zou zijn, namelijk naast een LPG-tank. De rechtbank in Den Bosch oordeelde maandag dat de vergunning om dit onderdeel niet verleend had mogen worden. Volgens een woordvoerder van Fastnet wordt het transformatorhuisje verplaatst, waardoor de aanleg van het oplaadstation gewoon door kan gaan. Het carnaval zit erop, maar de clubs in Os kunnen alvast weer aan de slag met het thema van komend seizoen. Carnavalstichting SCVO heeft gekozen voor de slogan Os Allemachtig Prachtig.
Volgens president Robert-Jan Steegman een kleine knipoog naar het geloof. Maar vooral moet het een gevoel van trots over het Ossencarnaval uitstralen. Het thema is begin januari al gekozen om genoeg tijd te hebben om de nieuwe afbeeldingen, drukwerk en buttons voor volgend jaar te kunnen maken. De SCVO is erg tevreden over het afgelopen carnaval dat weinig incidenten kende. Ook waren er veel mensen op straat. Zo waren er tijdens de Dweilmaandag 2 keer zoveel kaarten verkocht als vorig jaar, namelijk 2000. Agenda punt 11, dat is de naam van een toneelstuk dat vrijdag in Lid in première gaat. Het gaat over de historische avond van 6 maart 2008, toen de gemeenteraad besloot de gemeente Lid op te heffen. Theater Dankzij de Dijken voert het stuk op in het oude gemeentehuis. Het voormalig gemeentehuis staat al jaren leeg en wordt binnenkort verbouwd. Nu was dus nog even de kans om een toneelstuk te maken over een voor Lid allesbepalend moment. De beslissing om ermee te gaan stoppen. Het is toch wel een hele turbulente vergadering geweest met hoogoplopende emoties en spanningen. En ja, een wonderlijke afloop natuurlijk, want het begon met een meerderheid voor zelfstandigheid en het eindigde met een meerderheid voor opheffing. Alle belangen die speelden en de problematiek waar ik vanuit ben gegaan, dat is, want dat was eigenlijk de aanleiding, ondermaatse dienstverlening en gebrek aan bestuurskracht. En dat zijn ook de twee dingen waar ik op ingestoken ben met agenda punt 11. De oude raadzaal is niet helemaal in de oude staat teruggebracht. Anders zou het te weinig ruimte zijn voor het publiek. En ook al was het een boeiende avond, er moest nog wel wat gebeuren om er echt een toneelstuk van te maken. Nee, want om zomaar 3 uur... na te gaan spelen, dat is niet echt interessant om naar te kijken. Dus het is wel echt theater. Er zijn dingen aan toegevoegd, humor ingebracht. En nou, wat ik net zei, er zijn 2 insteken eigenlijk. De raadsvergadering zelf, en daar zit dan uiteraard de lijn in van voor zelfstandigheid naar opheffen. En verschillende standpunten en schorsingen en overleg. En hij gebruikt de schorsingen om de dienstverlening te laten zien. Dus we noemen dat de baliescènes. Niet alle raadsleden komen terug in het stuk. Wel is er met hen gesproken. Vooral ook om erachter te komen wat er nu precies allemaal speelde tijdens de avond. Het zal in ieder geval herkenbaar zijn voor degenen die erbij waren. Is het voor sommigen dan niet te pijnlijk om te komen kijken? Nee, ik geloof het niet. In ieder geval is de historische datum van 6 maart, daar is heel veel belangstelling voor, of die is bijna uitverkocht. En dan komen er heel veel raadsleden en ambtenaren en burgers. Ja, is dat nog eens een keer mee te maken. En ik denk ook van hoe dat op anderen is overgekomen of wat anderen daar... misschien ook nog om terug te zien wat... Ik kan me voorstellen dat je in zo'n hectisch verhaal van zo'n avond ook niet meer precies in de gaten hebt van dit is allemaal gebeurd. Vrijdag is de première van Agenda punt 11. Het stuk wordt in totaal 6 keer opgevoerd, de laatste keer op 7 maart. Tot zover het nieuws van woensdag 18 februari. Meer nieuws kunt u vinden op onze website of u kunt ons volgen via Twitter, de DTV-app of Facebook. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.